We hebben geen afscheid kunnen nemen. De kist was dicht, die bleef dicht. En we hebben hem niet kunnen zien, we hebben helemaal niks zo. En uiteindelijk moeten we toch echt wel even zijn zijn uitvaart, een soort van... Iedereen doet het op zijn eigen manier, ja, wij doen dat zo. Ja. En, dus vannacht zijn er meldingen geweest vanuit de buurt dat hier geluidsoverlast was. Daar is bij een woning was een raveparty aan de gang. Waar met wat voor behoorlijk geluidsoverlast zorgde. Er was een mannetje of 50 tot 100 was er aanwezig. De actie is rustig verlopen. De ME heeft het terrein betreden nadat gevorderd is dat men het terrein moest verlaten. Zacht onder begeleiding van de ME heeft men het terrein verlaten. Nee, dit feest was geen feest. Het was ten nagedachtenis van Pierre, voor velen een goede vriend. En uiteindelijk was hij na lang ziek zijn en was het eindelijk beter geworden. Helaas is hij overleden aan een hartstilstand. En dat is gewoon niet anders. Wij zijn hier gewoon samengekomen om ten nagedachtenis van hem. Om gewoon niet echt te vieren dat hij dood is, maar meer om... En we moesten heel snel gewoon iets verzinnen om dat te doen ergens. En toen zijn we hier uitgekomen. Dus sorry voor de buren, maar dat is... Dat was er aan de hand, zeg maar. Yeah, that's good.